De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het liefdesleven van Dave Roelvink. Hij heeft een nieuwe relatie met de 24-jarige influencer en presentatrice Marijn Kuipers. Hoewel het nieuws over hun relatie nog vrij vers is, lijkt Marijn al serieus na te denken over hun toekomst samen. Dit bleek uit een TikTok-video die ze onlangs plaatste, die we je zo laten zien. Fans begonnen na de video als een gek te speculeren. Blijf kijken. Marijn Kuipers is een bekende naam op sociale media in Nederland. Ze plaatst veel fitness- en lifestyle-content op platforms zoals TikTok en Instagram. Daarnaast doet ze dit jaar mee aan het populaire televisieprogramma Expeditie Robinson. Marijn komt oorspronkelijk uit het Friese Oranjewoud, maar woont inmiddels in Amsterdam. Haar carrière begon in 2018 en ze is sindsdien uitgegroeid tot een populaire influencer met duizenden volgers op sociale media. De relatie tussen Dave en Marijn kwam voor het eerst in de media toen ze samen hand in hand werden gespot in Amsterdam. Dit leidde tot veel speculaties, vooral omdat Dave niet lang daarvoor een relatiebreuk had gehad met Jaslyn Dussosa, de moeder van zijn zoontje Dean. Ondanks dat Dave in eerste instantie niet veel wilde delen over zijn nieuwe relatie, bevestigde hij uiteindelijk dat hij en Marijn inderdaad een stel zijn. Wat opvallend is dat Marijn al snel hints lijkt te geven over hun toekomst samen, ondanks dat hun relatie nog maar kort bestaat. In de eerder genoemde TikTok-video wordt de indruk gewekt dat Marijn al aan kinderen denkt. In deze video is een suggestieve tekst te horen. Je bent gek, ik denk dat ik je kinderen wil. Bekijk de video hier. In de caption heeft Marijn geschreven, I'm ready. Dit heeft voor veel ophef en geruchten gezorgd bij fans over de volgende stap van Dave en Marijn. Toch lijkt Dave het er misschien niet helemaal mee eens te zijn. Dave is namelijk zelf nog voorzichtig met het introduceren van Marijn aan zijn zoontje Dean. Volgens zijn vader, Dries Roelvink, is het belangrijk dat Dave zeker is van zijn relatie voordat hij Dean en Marijn aan elkaar voorstelt. Maar toch lijken Dave en Marijn niet stil te zitten. Marijn draagt bijvoorbeeld een ketting met de letter D, wat duidelijk een verwijzing is naar Dave. Dit doet denken aan een moderne versie van de kettingen die André Hazes vroeger gaf aan zijn vriendinnen. Het lijkt erop dat Marijn serieus is over haar relatie met Dave en dat ze geen tijd verspillen met het verbergen van hun gevoelens voor elkaar. Vader Dries Roelvink heeft inmiddels ook kennis gemaakt met Marijn en spreekt positief over haar. Toch geeft hij toe dat hij Jaslyn, de ex van Dave, nog steeds erg mist. Dries en zijn vrouw waren erg gehecht aan Jaslyn en zien haar nog steeds als een deel van de familie. Dave lijkt rekening te houden met de gevoelens van Jaslyn door ervoor te zorgen dat zij niet verrast werd door het nieuws van zijn nieuwe relatie. Hij vertelde haar persoonlijk over Marijn voordat dit in de media verscheen. Iets wat zijn vader niet had gedaan toen hij opnieuw trouwde. De relatie van Dave met Jaslyn eindigde in december vorig jaar. Ze maakten in harmonie afspraken over de opvoeding van hun zoon Dean. Dave heeft sindsdien duidelijk gemaakt dat hij zijn zoon voorlopig gescheiden zal houden van Marijn. Dit is een beslissing waar Jaslyn volledig achter staat. Ondertussen lijkt Marijn zich goed aan te passen aan haar nieuwe rol in Dave's leven. Ze heeft zich al een beetje gemengd in zijn familie, hoewel ze Dean nog niet heeft ontmoet. Marijn lijkt zich niet alleen op Dave te richten, maar ook op een toekomst met hem, inclusief mogelijke gezinsuitbreiding. Dave zelf lijkt, na een periode van losbandigheid, toe te zijn aan een stabielere levensstijl. Hij is nu clean en heeft afstand genomen van het uitgaansleven. Dit zou kunnen verklaren waarom hij open staat voor een serieuze relatie met Marijn. Ondanks dat hij voorzichtig is met het betrekken van zijn zoon bij zijn nieuwe relatie, lijkt het erop dat hij Marijn wel serieus neemt en open staat voor een toekomst samen.